Zo, dit was alles. U erft de boerderij. Meer is er niet. Mm-hmm. Kan ik die boerderij niet meteen verkopen? Ik moet hem eigenlijk echt niet hebben. Ja, dat kan. Maar wilt u eens niet ter plaatse gaan kijken of er nog waardevolle spullen liggen? Hij moest nooit iets van mij hebben. Dus ik moet nu ook niks van hem hebben. Zou je niet snel even kunnen rondbellen? Ik kan u een paar telefoonnummers geven van makelaars. Dan kan u die eens contacteren en dan kan u ter plaatse op het domein gaan kijken. Goedemiddag, mijn naam is Willem van den Broeke van de vastgoedfirma Immofarm. U hebt mij gebeld? Ja, dat is waar. Ik was aan het wachten op u. Zal ik eens een keertje mogen komen binnenkijken? Ik denk dat we er wel iets heel moois van kunnen maken. Nee. Ik ben eigenlijk niet zo zeker dat ik hem nog wil verkopen. Ik bedoel, Zeker? Ik denk dat u veel meer geld gaat verdienen met een verkoop dan met deze boerderij. Ik heb namelijk al heel veel boerderijen zoals deze succesvol verkocht. We kunnen hier luxueuze woningen neerzetten met veel open ruimte. Nee. Nee, ik verkoop hem niet. Fijne dag nog.
Goedemorgen. Anna van de Beek, Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. We hebben een anonieme klacht binnengekregen over onhygiënische omstandigheden op deze boerderij. Wat? Wij komen eens kijken ter controle. Goedemorgen. Ik heb gehoord dat de inspectie is langs geweest. Hoe is het gegaan? Oei, niet goed precies. Dat is jammer. Maar ik heb wel iets dat u kan opvrolijken. Dit is een officieel bod van een investeringsmaatschappij. Ik denk dat dit waarschijnlijk het beste is wat u nu kan doen. Dialed is not in service.